Ik wil het niet meer horen uit je mond. Wat? Veilig spelen. 3 gespeeld, 9 man, kom op. Ja, dan moet ik roepen, we gaan voor de titel. Nee, laten we lekker gewoon blijven doen. Het is fantastisch. Daar ben ik ook erg blij mee. Maar dat verandert niks aan onze doelstelling. Waarom niet? Nou, omdat we eerst maar eens moeten zien ons veilig te spelen. Het kan ineens ook allemaal heel anders worden. We hebben pas 3 wedstrijden gespeeld. Dat vind ik altijd zo'n onzin. Als het andersom zou zijn, zou ik dat ook zeggen. Dus we gaan eerst eens richting de winterstop spelen. En dan gaan we wel eens kijken hoe we ervoor staan. Je pakt een lekkere overwinning tegen Katwijk. En weer Rezo Di Haggio, hè? Die is niet zo klein beetje belangrijk. Nee, absoluut. En zij probeerden hem natuurlijk uit de wedstrijd te halen door een speler hem te laten volgen de hele wedstrijd. Maar je weet dat er altijd 1 of 2 keer zo'n moment komt voor Leroy. Die is natuurlijk slim. Ja, dan maakt het ook fantastisch af. Ja, het is jammer dat we daarna verzuimen om die tweede te maken. Dan zit je toch iets rustiger. Dat komt met Aldogan en daarna met Leroy weer die de kopbal net naast. Ja, dan krijgen ze daar natuurlijk ook nog een kans. Ja, gelukkig trek je die 1-0 over de streep. Ga je me uitprinten vanavond? Ik ben niet op tijd thuis, denk ik, Willem. Teletext kan je dag en nacht uitprinten. Oké, okay. Nou, ik zal het vragen. Aan wie? Hey, ik bel even naar huis, hè. Dat moet ik niet zelf doen.